Ja, geen bedankt voor je bereidheid om hier te komen voor een eindejaarsfilmpje. Want ja, dat gaan we doen, de wethouders en ik. En we dachten, ja, wie moeten we nu eens vragen om mee te werken als betrokken burger? Ja, dat is geen broeren natuurlijk. Dus hartstikke goed dat je er bent. Maar je bent hierheen gelokt. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Maar ook niet voor een filmpje. Want dit gaat om jou. En wij hadden op de eindejaars, op de nieuwjaarsreceptie, hadden we dit willen doen. Met iedereen erbij. Ja, nu wordt het filmpje wat uitgezonden gaat worden. Want ja, je hebt natuurlijk bijzondere verdiensten voor de gemeente. Buurtrichter, maar dat niet alleen. Want alleen de naam van iets, je doet iets, dat is niet genoeg. Maar hoe jij het doet, hoe je de bijeenkomsten voorbereidt. En altijd met enthousiasme, altijd met degelijkheid. Het is altijd tot in de puntjes voorbereid. Je doet heel veel zelf, is mijn indruk. Ja, Lucia zal wel helpen en anderen natuurlijk ook. Maar dat is niet onopgemerkt gebleven wat je allemaal gedaan hebt. Dat is in het college van BMW aan de orde geweest. En daar had men 10 seconden voor nodig om daarover na te denken, om jou de medaille van verdiensten van Ede toe te kennen. Geen broeren, buurtrichter Ede Veldhuizen, de speel waar het om draait. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dat hadden we dus op de receptie willen doen. Dat kan niet. Ik kan hem niet eens opspelden. Dat moet Lucia doen. Vandaar dat ik er zo, ja, Lucia komt erbij en zo al op zat. Dus het is een speld natuurlijk en een certificaat en alles. Ik hoop dat je met trots zult dragen. Die delen we ook niet elke dag uit, zeg ik maar eventjes. Het heet niet voor niks medaille van verdiensten, want die verdiensten, Die heb jij. Dus Lucia kan hem opspelden en van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben vereerd en verrast vooral. Ja, dat was ook de bedoeling. Dat was ook de bedoeling. Ik ben helemaal flabbergasted, zoals ik het heel plat nog zeg. Gewoon geweldig. Niet verwacht, totaal onvoorbereid hier moeten komen in een kerstsetting voor iets anders. Maar ja, dat is dan een overval. De medaille van verdiensten van de gemeente Ede. Voor mijn rol als buurtrichter van de buurt Ede en Veldhuizen.